Voetbalclub OMS Ingelmunster scoort hoge punten. Als alles volgens plan verloopt, wordt Johan Boskamp de nieuwe trainer van de provinciale club. Daarmee zit de grootmeester van het Rotterdams dialect na lange tijd weer voet op West-Vlaamse bodem. Een hele uitdaging voor ras-echte Ingelmunsternaars die de Nederlander willen begrijpen. En in afwachting van zijn debuut doen ze een wanhopige poging om het algemeen beschaafd Boskamps te ontcijferen. Mijn vroeger Jan Keulemans gehad, mijn Paul Putt gehad, mijn al grote verdagen gehad. En nu hebben we Johan Boskamp, dat is een keer naar op vlak ringen voor het voetbal. He. Ik ben content dat hij komt als trainer, maar ja, nee. Dan ben je een probleem aan deze taal. Dat je niet overstaat. De West-Vlaming gaan een moeilijk begrip bezig, want Boskamp is snel in zijn prooi. En begrip hem niet altijd goed. Ze is meerdere keren terugspoelen, dat we zien, meerdere keren terugspoelen en begrip het nog zo'n keer. Die niet altijd flapt, hè? Echt hoor. Het is niet makkelijk om die mensen te verstaan. En dan had je een of twee heel snelle meentjes voor, hè? En dat doet echt heel goed. Maar ik heb met hem op de cursus gezeten. Ja, daar heb ik nu niet veel van verstaan, dat is iets te snel, hè? Maar ja, daar gaan ze meer of een tolk voor nemen. Voor dat het te vertalen, dat is wel moeilijk. Als ik nou die rechtsback ben, dan pak ik die bal, ik doe mijn schoen uit en ik stop gelijk met voetbal. Ik heb Ik doe zijn schoenen. Ja, ik doe zijn schoenen, dat ding, maar ze werken niet. Ik weet niet voor wij dat zijn schoenen, dat verstaat niet. Dat stoppen we voetbal, maar hoe is dat zodanig worden? Ik bedoel, ja. Dat is speciaal. Hè. Ik zou neer in de plakken van de spelers. Voor die mensen te begrijpen, denk ik, versta er een klein beetje van, maar wat hadden in tactische termen ook nog moeten reizen. Dat andere allemaal weer niet bezig. Dat is een werkwoord niet vervoegd. Dat is een werkwoord niet vervoegd, hè. Maar een baan, ja, je laat het... We gaan gaan voetballen, Wij gaan gaan voetballen. Maar een baan, zei hij. Ga niet saaien, voetbal. Maar een baan, zei hij. Ik begrijp er niks van. Mag ik nog een keer luisteren? Gewoon. Begin niet te zeiken, Frank. Is dat een patatje die dat niet wil? Ik heb twee van die zijkals tegen. Ik gun het hem zeggen, want ik vind een toffe gozer. Ja, weet die gozer? Nou, ik weet niet hoe die gozer heet. Dat is ook een patatje, hè, Rivelin? Dat weet je toch wel, hè? Ja. Soms gebruikt die woorden daar, gozer, dingers. En we gebruiken dat niet eens zo'n woord. Maar ja, we kennen dat van hem, van op een televisie. Hè. Van hem bezig te worden op televisie kennen we die woorden niet. Patatje. Patatje. Een patat geeft, als een patatje geeft, ik weet het niet. Maar zijn voet op de bal staan, een patatje. Hij heeft er een schop op. En toen vertelde hij een keer, heeft ze een jakkie aan. Een jakkie aan. En bij ons is dat eerst zijn mooi aan of zijn vesten. Nee, met Bertje hebben we nog een beetje gelachen. Nee, ja, ik heb er nog wel gedacht wat hij bij is. Dan hoeft hij niet te zeggen dan dat hij de België tegen zijn naam wordt. Een beetje naar West-Brommerzaal. Echt zijn taal, hè. Hem kust niks. We proberen ons contact te nemen met iemand. Proberen ons een beetje aan te passen aan de persoon waar we tegen spreken. Maar hem spreekt gewoon zijn platte taal. Hè. Moest nou bij spreken, waar misschien wel een pluspunt, misschien ook al iets voor Jan. Vergeet je dialect, dan spreek je een beetje al bij. Dat je algemeen beschaafd Nederlands, begrijpt iedereen toch beter of je dialect van je streek of waar je komt. En anders. Geef hem een schep onder zijn dozen en de wind voor het. Maar ik zeg gewoon dat die schei zegt als een patatje liet te fluiten.